Stef, voor jou. Dankjewel. Allereerst hartstikke welkom op het Meander Medisch Centrum. Mij is gevraagd om even kort toe te lichten hoe het aan toe gaat op iets van medicijnresten op afvalwater van het ziekenhuis. Maar ik zou het eigenlijk een beetje breder willen trekken, dus ik zou het Meander meer als een case willen gebruiken. Wat er momenteel speelt binnen de ziekenhuizen en ook eigenlijk binnen de langdurige zorg. Aan de allereerste plaats is, het is niet altijd makkelijk om milieuonderwerpen voor een milieucoördinator op de kaart te zetten binnen een ziekenhuis, want er spelen allerlei tientallen belangen. Er is altijd geld tekort, altijd tijd tekort. En ik merk dat het met medicijnresten eigenlijk vrij gemakkelijk gaat. Daar krijg je sneller de handen voor om elkaar. Dat is al positief. Twee plaats is dat ook binnen de sector veel aandacht aan wordt aan besteed. Je hebt de Green Deal van de zorg. Daar is een werkgroep op het gebied van medicijnresten. Je hebt de milieuplatform zorgsector waar ook veel aandacht bestaat voor dit onderwerp. En er zijn een aantal initiatieven ook in de ziekenhuizen, zoals misschien enkele van u al wel weten, op het gebied tegengaan van medicijnresten in afvalwater. Ik ga even het ziekenhuis kort beschrijven wat wij doen en wat wij hebben opgepakt of gaan ook oppakken en welke overwegingen daarbij spelen. Maar ik noem ook al tegelijkertijd een aantal voorbeelden van ik weet dat die elders spelen en waar hier nog niet aan gedacht wordt of misschien pas in de toekomst aan gedacht wordt. Allereerst wat mij opvalt, hè, misschien kent u die getallen wel, maar ik wil ze toch misschien voor degene die misschien direct in zijn hoofd heeft even melden. En dat is dat ziekenhuizen eigenlijk minderheid, of maar 10% of 15%, soms verschillen de getallen nog wel, van de totale vracht aan medicijnresten en afvalwater voor in rekening nemen. Maar dat is op zich een klein percentage, maar een grote vracht. En als je dat gaat bekijken, dus dat is zeker geen aanleiding voor ons om te zeggen, of voor de zorg om te zeggen, van nou, daar gaan we niks aan doen. Want we zitten ook nog eens een keer aan de medicijnen die we meegeven aan de patiënten en die wordt toegediend en die ze mee naar huis nemen en aan behandelings. Dus ook wij eigenlijk minder of meer indirect verantwoordelijk zijn voor de productie van medicijnafval in de huishoudelijke sfeer. Als je dan ook kijkt, wat is nou de vracht die uit het ziekenhuis komt, en ik denk dat dat ook wel zal gelden voor langdurig zorg en andere instellingen voor gezondheidszorg, psychiatrie bijvoorbeeld, dan is het zo dat ongeveer 90% van de medicijnresten die wij lozen eigenlijk via de natuurlijke weg gaan. En slechts 10% ongeveer. En dat merk je ook wel in het ziekenhuis. Dat is overbodige medicijnen, medicijnen die over de datum zijn. En bij de apotheek in het bereidingsproces worden geproduceerd. Nou, die laatste fractie, die hebben wij, en ik denk de meeste ziekenhuizen wel, redelijk onder controle. In dit ziekenhuis geldt in feite dat medicijnresten gewoon niet meer worden geloosd op het riool. Dat wil niet zeggen dat als ik af en toe om een afdeling kom, dat er ineens de verpleegkundige met de vraag komt van, hey, ik heb hier een medicijn en die gooi ik altijd weg in het riool. Dus dat is wel een stukje bewustwording. Maar in ieder geval de regel binnen het ziekenhuis is, er wordt geen medicijnresten meer op het riool geloosd. Dus die gaan bij ons mee met specifiek ziekenhuisval en dat is gewoon een logistieke keuze, omdat dat het makkelijkst is. En als je het apart doet, is het ook duur. Dat is één. Dan hebben we nog een tweede stroom en dat is wat via de natuurlijke weg in het afvalwater terechtkomt. En in dit ziekenhuis heb ik nu het initiatief genomen en met de apotheek en met ook de verpleging een sessie met radiologie om iets te gaan kijken met of we iets kunnen doen aan retentie van contrastmiddelen. Want dat is binnen die last die de ziekenhuizen veroorzaken, die vracht, is dat 30 ton op jaarbasis voor heel Nederland. Dus dat is een hele aanzienlijke stroom. Dus we gaan nu in ieder geval in dit ziekenhuis kijken of we dus patiënten die een contrastonderzoek hebben gehad bij radiologie, de eerste 24 uur hun urine op een andere manier afvoeren dan via het toilet, om het zo te zeggen. We hoeven maar 24 uur, omdat na 24 uur is ongeveer 95% van de contrastmiddelen alweer het lichaam verlaten. We hebben proeven daarvan gehad in Deventer, die zijn goed verlopen, die zijn ook gerapporteerd.
En met dat rapport in de hand kon ik ook makkelijk in het ziekenhuis de handen op elkaar krijgen. Dus we gaan einde van deze maand daar een beslissing over nemen. Want er zitten ook weer allerlei financiële kanten aan. En als er zoveel geld gaat, dan verdwijnt een hoop goede wil soms. Ook kleine stromen hebben we aandacht voor. Namelijk bij de bereiding op de apotheek worden bijvoorbeeld automaten en machines worden elke week gereinigd en gekalibreerd. En er ontstaat ook weer afval bij. Nou, dat gaan worden nu geloosd. Daar heb ik eigenlijk gezegd van, nou, waarom zouden we dat niet gewoon nu vanaf nu gaan opvangen en afvoeren als gewoon een gevaarlijke afvalstof. Dus dat zit er ook aan te denken. Dat zijn wel kleine stromen, maar goed, vele kleine stromen maken natuurlijk het gewoon een grote stroom. Ook belangrijk is dat wij in deze regio bij de apotheek hebben afgesproken dat er informatie wordt gegeven aan de patiënten dat zij het medicijnafval wat ze thuis over hebben niet meer weggooien. Sowieso ook niet bij het restafval of dergelijke. Maar gewoon terugleveren aan de apotheek waar ze het ook hebben gekregen bij een volgend bezoek. En wij hebben hier twee apotheken, dus een apotheek naar buiten en een apotheek naar binnen. En ik ga dus ook met die apotheken ga ik heel intensief overleggen van dit moeten we echt heel strak krijgen. We gaan een informatiefolder gebruiken als die er al is of zelf introduceren en die gaat met de patiënt mee. Dat is wat ongeveer nu gebeurt in dit ziekenhuis. Als ik nou even nog die getallen op een rijtje zet. Het is 140 ton, hè, humaan, 200 ton veterinaire geneesmiddelen die geloosd worden, 140 ton humane geneesmiddelen. Slechts 10% komt van het ziekenhuis. Ik heb zitten nadenken namelijk, er zijn andere oplossingen. We kunnen ook op het einde van de pijp, hè, dus de afvoerpijp, kunnen we natuurlijk een installatie neerzetten die zuivert. Echt, dat zijn dure dingen. En ik zat toch wel even te denken, en dat zou ik graag mee willen geven aan u in de verdere discussies die nog volgen vandaag. Mee willen geven dat er ongeveer 140 ziekenhuislocaties zijn. Dan hebben we nog niet over de locaties voor langdurige zorg. En als die allemaal gaan investeren, wordt dat een enorme last opgeteld over de hele gezondheidszorg. Denk daar eens even over na. Of het niet logischer is dat we gewoon een stap verder in de keten iets moeten gaan doen als het gaat over zuiveringstechniek. Ik geef dat als overweging mee, want tegelijkertijd geldt natuurlijk ook, en dat wil ik nog even benadrukken, dat de farmafilter, u kent denk ik ondertussen, wel een serieus initiatief is, omdat de farmafilter ook een aantal andere voordelen heeft. Mensen van de farmafilter gaan dat ook straks presenteren. Daar zitten voordelen op het gebied van, je hebt geen vervuiling, of veel minder vervuilingseenheden. Er zitten voordelen op het gebied van ziekenhuishygiëne. Dat is in een ziekenhuis echt heel belangrijk dat dat goed gaat. Er wordt nog wat biogas geproduceerd. En dus daar zitten, en de logistiek, de afvalvormen, de afvalstromen worden op een heel andere manier georganiseerd. In feite via de riool. Dus daar zitten ook weer voordelen aan verbonden, aan alle mogelijke opzichten. Maar ik vond, toen ik de keer gesproken heb met mensen van de farmafilter, dat er nog een meer voordeel aan kan. De farmafilter produceert ook reststroom. En die bestaat in de ziekenhuizen ongeveer 70% uit kunststof. En ik heb toen gevraagd aan farmafilter om contact op te nemen met een onderzoeksinstituut op het gebied van kunststoffen in Zwolle. Om elkaar te matchen en een test. Die is begonnen, daar zal straks verder over gepresenteerd worden hoe dat een beetje afloopt. Dat gaat een redelijk goede kant op. En dan wordt het nog interessanter, want dat betekent de feiten dat al dat afval waar we nou helemaal niks mee kunnen doen, namelijk dat zeer gemengde kunststof, daar zitten 20 kunststoffen doorheen, soorten, eigenlijk meer, maar er is soms 90% van de kunststof uit het ziekenhuis bestaat ongeveer 20 kunststofstromen. En daar kan de recycling momenteel niet zoveel aan doen. Dus dat zou het recyclepercentage dan van het ziekenhuis van ongeveer 35% omhoog doen laten vliegen naar 65, 70. En dan wordt het echt leuk om aan te werken. Als slot zou ik even nog willen aangeven, ik heb het hier op mijn brief staan, eigenaardigheden. En de eigenaardigheden bestaan eruit
dat ik ben nu met de revisie van de vergunning bezig, met de loodsvergunning, omdat die alweer 9 jaar oud is, dan moet er een keer gereviseerd worden. Wordt samengevoegd met de milieuvergunning. Ik krijg dus 1 vergunning en er staat helemaal niets in over medicijnafval, omdat gewoon eigenlijk het bevoegde gezag daar geen raad mee weet. De tweede plaats is, er is eigenlijk geen methode om medicijnresten in afvalwater eenduidig goed te meten. Of ja, die zijn er wel, er zijn ook wat initiatieven genomen vanuit in het ziekenhuis, naar ik weet, om dat voor elkaar te krijgen. Maar eigenlijk kan ik ineens nog niet aan mijn bedrijf, het bedrijf wat bij ons het afvalwater bemonstert en analyseert, kan ik vragen van nou, hoeveel, wat is nou eigenlijk wat wij aan medicijn, wat is concentratie? Ik weet het niet. En ik kan dus ook heel lastig sturen daardoor. De medicijnresten of medicijnen staan ook niet, of amper vermeld, van, tenminste corrigeer me als ik het niet goed heb, in de nieuwe figuur van de zeer zorgwekkende stoffen uit activiteitenbesluit. Dus ook geen aanknopingspunt. En ook in het activiteitenbesluit zelf staat eigenlijk ook iets medicijnresten niet. En ik denk dan eigenlijk, en als ik dan ook nog eens weet dat op alle initiatieven die wij nemen op het gebied van circulaire economie, waar we dan misschien even dan de farmafilter ook zeker onder kunnen vallen, overal lopen wij tegen wetgeving aan die onlogisch in elkaar zit, hiaat in zitten. En ik denk dat dat een mooi onderwerp is om vandaag te bespreken. Dat is echt een hiaat, want ik als milieucoördinator krijg heel vaak te horen van ja, dat wil je wel doen, waarom? Het moet geld opleveren of... dat is toch... En een ander argument is, het moet van de wet. Maar op het gebied van het medicijn, de rest van de wet, is er niks. Dankjewel, Stef. Het is mooi om hier op deze locatie te zijn en ook vooral ook om te zien hoe medicijnresten hier een belangrijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. En ja, de discussie over van bronaanpak dan wel end of pipe, hè, aan het einde van de afvalwaterzuivering. Dat is een hele actuele discussie die gaande deze dag regelmatig gaat terugkomen. Dus daar is nog het laatste woord niet over gezegd. Dankjewel voor je bijdrage. Maar er zijn er vragen voor Stef. Duidelijk verhaal, maar ik zie daarboven in de zaal. Ja, ik zie daarboven in de zaal. Ik loop even naar boven, want om even de microfoon te overhandigen. Want anders dan is het misschien niet helemaal hoorbaar. Wil je even je naam zeggen en je vraag? Jeroen Buitenweg, Waterschap Vegstromen. Je gaf in je verhaal aan dat jullie in gesprek waren met apothekers over de inzamelingsroute van afval van wat over is. Waar is dat traject weggekomen? Is dat vanuit jullie zelf gekomen? Zijn jullie erop aangesproken door een overheid? Hoe is dat proces in zijn gang gegaan? Ik was, ben ik goed verstaan met deze microfoon? Ik was 2 maanden geleden op een workshop medicijnresten in het AMC in Amsterdam. En toen is dit gewoon door iemand genoemd en denk ik van nou, waarom zou ik dat gewoon niet checken voor mijn eigen apotheek van het ziekenhuis? Omdat wij natuurlijk niet een onaanzienlijke rol spelen in de hele medicijnstromen binnen Amersfoort en de omgeving. Dus het is eigenlijk meer dat ik het ergens opgepikt heb en mee aan de slag gegaan ben. Oké, nog 1 vraag hiervoor. Hallo, ik ben Michiel Schuller, industriewaterzuiveringsspecialist. Ja. En mijn vraag is dus eigenlijk is het zo dat de medicijnen... restvracht die geloosd wordt door ziekenhuizen, dat valt dan eigenlijk mee. Moet je dan bij bejaardenhuizen zijn? Ben ik het niet mee eens. Oh. Nee. Is de vracht bij bejaardenhuizen groter? Of kan nee, dat nee, niet nee, nee. De zorg in zijn geheel neemt gewoon een kleiner gedeelte aan van de totale vracht. Dus niet alleen de ziekenhuizen. Maar ik vind 10% of 15%, hoeveel is het nou precies, vind ik niet zo relevant, want het is gewoon nog steeds ontzettend veel. Dus we gaan er gewoon iets aan doen. Ik verschouw me niet graag achter percentages, niks zo gevaarlijk als percentages. Want het gaat gewoon om de totale vervuilingsvracht die vrijkomt. En hier meten we een ton en niet een percentage. En de huishoudens blijven een merendeel... En wij hebben invloed toch op huishoudens, want hier komen patiënten. Dus zo kunnen we van alles nog wat beïnvloeden. Ja. Oké.